keer heb ik jullie voorgelezen uit het boek van Guus Kuijer, de schrijver. En daar ga ik nou weer een stukje uit voorlezen. Het gaat over Madelief, een klein meisje. En dit hoofdstukje heet Huisbezoek. Eindelijk is meester bij Madelief thuis op bezoek. Daar heeft ze zich al heel lang op verheugd. Ze wil haar kamer laten zien en haar spullen. Ze zit op het puntje van haar stoel. Mevrouw, ik vind Madelief een cacofonisch kind. Maar dat kantelen we wel, zegt de meester. Fijn, antwoordt Madeliefs moeder. Geen comforttafeltjes? Nee hoor, vertelt de meester. Ik mag haar graag zien boven toeteren. Nou, ik ben blij dat te horen, zucht Madeliefs moeder. Ik was al bang voor fletjes. Haha, lacht de meester, hartelijk, fletjes. Bij zo'n ongedekseld meisje? Nee hoor, gewoon doorknopen, dan is er niks aan de hand. Maar de lief kijkt verwacht van de meester naar haar moeder. Ze snapt er niks van, al die moeilijke woorden. Wat zeggen jullie? Vraagt ze verlegen. De meester kijkt een beetje boos. Tja, dinges, legt hij uit. Ga jij nou maar buiten spelen, Madelief, zegt haar moeder. Dan kunnen wij rustig praten. Maar daar heeft Madelief geen zin in. Het is juist spannend als er over je wordt gepraat. Ze gaat stil in een hoekje zitten en doet net alsof ze speelt. Dus we kweppen een beetje, gaat de meester verder. En dan de bolletjes er tegenaan. Gut, gaat dat tegenwoordig zo, roept moeder uit. Dat was vroeger bij ons op school heel anders. De meester knikt. Toen werd er nog niemand ontstuurd, mevrouw, dat scheelt wel even. Maar de lief bekijkt haar moeder goed. Zou die nou echt alles snappen? Ze zit wel te knikken. Maar de lief is benieuwd wanneer het leuk wordt. Het duurt zo lang. Wilt u mijn kamer zien? Fluistert ze. Maar de meester hoort haar niet. Vroeger werden ze gewoon ingeklept en verder niks, vertelt hij. Madeliefs moeder lacht luid. Wilt u mijn kamer zien? Vraagt Madelief nog een keer. O ja, zegt de meester. In mijn tijd werden we rustig overgedokt, hoor, meer dan eens. Moeder lacht nog harder. Hoe is het mogelijk? Hikt ze er tussendoor. De meester buldert ook van het lachen. Madelief begrijpt niet wat er zo leuk is. Ze is kwaad. Plotseling springt ze op. Ze klimt op een stoel en van de stoel boven op de tafel. Hé, schreeuwt ze keihard. Haar hoofd is rood van inspanning. Hé, brult ze nog een keer. Moet je mijn kamer nog zien of niet? De meester en haar moeder kijken verschrikt op. Ze zien Madelief staan, boven op de tafel. Het wordt stil. De meester kucht. Moeder zucht en kijkt verlegen naar de grond. Zullen we dan maar? Vraagt ze. De meester knikt. Ja, best hoor, mompelt hij. Maar de lief springt met een bons van de tafel. Kom op, roept ze blij. We gaan naar boven. En dat doen ze. Een keurige meneer. Hihi, giechelt Tieneke gemeen. Moet je Peter zien schrijven. Dat kan je helemaal niet lezen. Peter is een kleine jongen. Hij heeft zwart haar en bruine ogen. En als hij schrijft, steekt hij zijn tong uit. Zo spant hij zich in. En dat is de bedoeling ook, zegt de meester. Je moet het niet kunnen lezen, want Peter heeft een geheimschrift. Hij loopt met grote stappen naar Tieneke. Hij buigt zich voorover. Als je nog eens zoiets zegt, zet ik je op je kop in de prullenbak. Daar kijkt Tieneke van op. Ze denkt dat de meester een grapje maakt. Ze wil al gaan lachen, maar hij kijkt heel streng. Ze doet gauw haar mond dicht en buigt zich over haar schrift. De meester loopt met zijn handen op zijn rug door de klas. Je kunt merken dat hij boos is.
Wat een stilte, bromt hij. Ik word er tureluurs van. Hij draait zich om en kijkt kwaad de klas in. Maar de lief is verbaasd. Wat is er nou weer aan de hand? Hou maar eens op, zegt de meester. We gaan Kate trappen. De kinderen leggen aarzelend hun pen neer. Laat je schrift maar liggen, zegt de meester. Kom eens bij me, Peter. Peter komt grinnikend achter zijn tafel vandaan. Wat zal dat worden? Kom maar bij me staan, zegt de meester. Nee, met je gezicht naar de klas. Peter draait zich om. Hij kijkt de kinderen verlegen aan. Zet maar eens een keel op. Peter weet niet wat de meester bedoelt. Hij kijkt verbaasd achterom. Een keel? Vraagt hij. Ja, een keel opzetten, zegt de meester. Hard schreeuwen en zo. Zo hard je kunt. Dat is goed tegen de stilte. Maar de lief moet hard lachen. Het is ook gek. Peter staat er raar van te kijken. Maar dan begint hij te grinniken. Hij spert zijn mond wijd open. En er komt me een gebrul uit. Vreselijk. Hij wordt eerst rood en dan paars van het schreeuwen. Alle kinderen gieren van het lachen. Maar Peter komt daar makkelijk bovenuit. Hij haalt even adem en begint opnieuw. Je wordt er zo wat doof van. Niemand merkt dat er een vreemde meneer is binnengekomen. Een keurige meneer in een menerenpak. Hij staat bij de deur en kucht. Alleen Madelief ziet hem. Ze houdt op met lachen, want die meneer is kwaad, dat zie je zo. En de meester lacht om Peter. Die merkt niks. Wat erg. Wat moet ze doen? Ze staat op en holt dwars door de klas naar de meneer toe. Ze pakt hem bij zijn hand en trekt hem midden voor de klas. Het wordt stil. De kinderen kijken naar de vreemde meneer en de meester ook. De meester is geschrokken, dat is duidelijk. Ga maar zitten, Peter, zegt hij. En jij ook, Madelief. Hij geeft de vreemde meneer een hand. Dit is meneer Wimmer, jongens, zegt hij met een bibber in zijn stem. Meneer Wimmer is inspecteur. Hij komt kijken of ik mijn werk goed doe. Gaan jullie maar gewoon door met schrijven. Dat doen ze allemaal. En heel stil. Want een inspecteur, dat is vast iets belangrijks. Wat was dat voor een wilde voorstelling? Fluistert de inspecteur. Fluistert de meester terug. Wij doorbraken de stilte. Zo. De inspecteur schudt langzaam zijn zware hoofd. Dat was te horen. Hij loopt op krakende schoenen langs de tafeltjes. Hij kijkt in de schriften. Maar de lief voelt haar hart bonzen. Bij Peter blijft de inspecteur staan. Hij buigt diep voorover. Hij zet zijn bril op. Maar meneer, roept hij naar de meester. Dit is toch geen schrijven meer? Dit kun je niet eens lezen. Het wordt doodstil. Wat zal de meester doen? Zet hij de inspecteur op zijn kop in de prullenbak? Dat is geheimschrift, zegt de meester. Maar het klinkt anders dan de eerste keer. Geheimschrift? Geheimschrift? Schreeuwt de inspecteur. Het is gekladder. Meer niet. Peter is nog kleiner geworden dan hij al was. Zijn koppetje komt nog maar net boven de tafel uit. De meester staat nu vlak naast de inspecteur. Hij is bleek geworden, net als de kinderen. Zullen we op de gang verder praten? Vraagt hij. De inspecteur knikt. Met kwade stappen beent hij het lokaal uit. En de deur valt hard achter hem dicht. Werken jullie maar rustig door, zegt de meester. Hij aait Peter over zijn hoofd. Ik kan het heel goed lezen hoor, zegt hij, zonder bril zelfs. Dan loopt hij de klas uit, de inspecteur achterna.
de baas van de wereld. Wat wil jij eigenlijk worden later? Vraagt de meester. Het is speelkwartier en Peter loopt naast hem. Peter haalt zijn schouders op. Ik weet het nog niet zo goed, zegt hij. Dat geloof ik niet, zegt de meester. Daar heb je vast wel eens over nagedacht. Dat is waar. Peter weet het wel, maar hij durft het niet zo goed te zeggen. Hij kijkt rond of niemand het kan horen. Eigenlijk, zegt hij zacht, eigenlijk wil ik de baas van de wereld worden. De meester staat stil. Hij kijkt Peter aan. Tjonge, zegt hij. Dat is niet zo gek. Hoe word je de baas van de wereld? Weet jij dat? Peter knikt. Dat weet ik best. Dan moet ik een groot leger hebben. 1000 soldaten en tanks en vliegtuigen en raketten. Ja, dat lijkt me ook wel, zegt de meester. En als je iedereen hebt doodgeschoten, wat doe je dan? Ik schiet ze niet dood, roept Peter uit. Ik maak ze alleen maar gewond. Oh ja, dat ook natuurlijk. Dat kan ook, mompelt de meester. Daar had ik niet zo gauw aan gedacht. En dan ben ik de baas van de wereld, zegt Peter, en dan bouw ik ziekenhuizen voor de gewonden. Ze zijn een tijdje stil. Peter loopt net als de meester met zijn handen op zijn rug, heen en weer over het schoolplein. Dan moet je die gewonden wel... Oh ja, dan moet je